Ik ben William Valkenburg, ik ben hoofdredacteur van de Wereldomroep. We doen veel op internet, veel met social media, in combinatie met radio, een beetje video. Omdat dat in de landen waarin wij werken nog een heel moeilijk product is. Maar we zijn volop bezig om zeg maar, crossmediale formats te ontwikkelen voor bepaalde gebieden van de wereld waar freedom of speech nog niet zo gewoon is. Nou, ik zie een enorme toename van het gebruik van video op allerlei terreinen. Commerciële doeleinden, bedrijven die zichzelf presenteren, instructievideo's. Je kan het zo gek niet bedenken of video wordt een middel om het verhaal te vertellen. En dat komt omdat video een hele rijke manier van verhalen vertellen is. Het heeft dus ook de toekomst. Het fijne is dat de apparatuur en de mogelijkheden om het te produceren stukken eenvoudiger en goedkoper worden. Tegelijkertijd zie je dat om een goede video te maken, je nog steeds heel professioneel moet zijn. Het lijkt makkelijker te worden, maar tegelijkertijd blijft het een moeilijk medium waar je behoorlijk veel professionaliteit voor in huis moet hebben om het goed in te zetten. Waar ik echt toekomst zie voor online video is in persoonlijke communicatie. Dus het face-to-face communiceren, real-time met Skype-achtige toepassingen. Dat is natuurlijk al heel lang aan de gang, maar de echte doorbraak moet daar nog komen. En die komt eraan, daar ben ik van overtuigd. De andere is educatie. Ik geloof heel erg in video kunnen inzetten om mensen iets te leren. En we leven in een maatschappij waarin heel veel beschikbaar is aan informatie, et cetera, maar het vaak moeilijk zoeken is. En ik denk dat video in informatieoverdracht heel goed kan werken, zowel binnen opleidingen als in simpele trainingen, maar ook het geven van een instructie door een bedrijf als je een nieuw product koopt. Vroeger kreeg je daar zo'n vreselijke handleiding bij waar je dan helemaal in verdwaalde. Ik denk dat de toekomst gewoon is dat je een mooi videootje erbij krijgt op een USB-stickje die je precies vertelt van A tot Z wat je moet doen. Daar zit heel veel mogelijkheden, want het persoonlijk vertellen van een verhaal werkt altijd nog het beste. Als je naar TEDx kijkt, wat een prachtige productie is, dan zijn dat hele goede verhalen. Nou, het enige wat je dan nog hoeft te doen is die spreker goed in beeld te brengen en dan heb je een mooi verhaal. En dat is niet zo ingewikkeld. Maar op het moment dat je met video zelf een verhaal moet vertellen, met beeldtaal, dus echt moet gaan nadenken over je shots en hoe bouw ik het op en hoe zorg ik dat die spanningsboog erin blijft, dat is een ander verhaal. Een verhaal vertellen met beeld is een vak en dat moet je leren. En dat duurt nog net zo lang als vroeger. Het apparaat is misschien goedkoper en makkelijker te gebruiken. De montage hoeft niet meer in dure sets, maar kan ook op een laptop. Maar de kwaliteit die je nodig hebt om een goed verhaal in beeld neer te zetten, dat blijft een hele bijzondere kwaliteit. En die wordt niet aangeboren, zal ik maar zeggen. Die zul je moeten verwerven. En als ik het dan vertaal naar de sector waarin ik zelf actief ben geweest, de zorgsector, daar zie je dat goede communicatie tussen arts-patiënt, tussen patiënten onderling, cruciaal is in het beter kunnen omgaan met ziekte, behandeling en alles wat daarmee samenhangt. En dat dat een enorme besparing zou kunnen opleveren in de zorg. Los van het feit, en dat vergeten mensen vaak, want iedereen heeft over die besparingen, maar dat het ook nog de kwaliteit van die zorg enorm kan versterken. Omdat er beter, gerichter en relevantere informatie gegeven kan worden op de goede momenten. Nou, daar liggen allerlei mogelijkheden van die nieuwe communicatiemiddelen die je heel zorgvuldig moet inrichten. Dus die communicatie, daar moet goed over nagedacht zijn. Dat moet goed voorbereid worden. Dat verhaal moet goed vormgegeven zijn. En dan kan het die kwalitatieve betekenis hebben in behandeling en in contacten tussen artsen, patiënten en onderling. Dus dat vraagt heel veel professionaliteit. Ik denk dus ook dat er voor goede AV-makers een enorme toekomst ligt, mits ze bereid zijn om hun werkveld af en toe te veranderen en te kijken naar sectoren waar ze die kwaliteiten kunnen inzetten voor communicatie. Voor online omgevingen moet je veel meer kijken naar tijdloze content. Content die in de loop van de tijd wel dat rendement haalt. Wij zien ook wel dat bepaalde verhalen, bepaalde video's die soms al een jaar oud zijn bij de Wereldomroep, na een jaar nog steeds, of misschien juist na een jaar, nog wel meer bezoek trekken. En dat zijn vaak toch wat tijdlozere verhalen die een bepaalde trend of ontwikkeling in beeld brengen. En als die wat minder op de dag en op het heetst van het nieuws zitten, dan kunnen die ook veel langer een bereik genereren. Nieuwsvideo's is per definitie duur. Het is hit en run. Je moet heel veel doen. En het is maar heel kort houdbaar. Want het is zo weer ingehaald. Dus ja, dat blijft voor een online omgeving vreselijk dure productie.
Daar zou je nog wel kunnen denken, zijn er andere vormen van nieuwsvideo's die in dat soort circuits wel geproduceerd kunnen worden. Ik denk dan veel aan de ooggetuigen en aan het gebruik van mensen die ter plekke zijn en niet met mobieltjes, met camera's dingen in beeld brengen. Daar hebben we natuurlijk al vaak over gespeculeerd, maar zoals je weet, het gaat komen en het gaat gebeuren en het zal gebeuren. Het is ook al gebeurd. Hè. Toen de Turkse vliegtuigen een noodlanding maakten, waren ook de eerste video's van de mensen langs de weg. Ik denk dat dat soort dingen steeds verder zullen gaan en dat je online in die nieuwssfeer nieuw soort materiaal zult zien wat gewoon door ooggetuigen wordt gedraaid. En veel minder door de traditionele cameraploeg zoals we die kennen. Hoe hou je mensen's aandacht vast? Nou, op het moment dat het een specifieke toepassing heeft die relevant is voor mensen en die de informatie snijdt naar de behoeften. Tijd, hoeveelheid, relevantie op dat moment. Daar zitten de knoppen waar je aan kunt draaien om tot hele succesvolle producten te komen. En dat levert een beleving op voor die consument die denkt, wauw, iets heel ingewikkelds wordt voor mij nu echt even in hapklare brokken gesneden. En ik kan het direct toepassen in mijn dagelijks leven. Daar zit heel veel mogelijkheid, ja.